Er gaat natuurlijk heel veel om in Heerlen nu, dat er een 15-jarige jongen zelfmoord heeft gepleegd. Ik heb laatst een zaak een beetje opgelost en een beetje gesust voor een 11-jarig meisje, gelukkig nog op tijd. En ze komt nu voor zichzelf op. Maar wat ik niet begrijp aan die zaak, what the hell, waar zijn die kinderen die hem hebben gepest? Hoe lijkt het net of hun worden beschermd? Terwijl iedereen weet dat hij gepest werd. En één ding als ouder. Ga niet ervan uit dat een school er gaat zijn voor jouw kind. Want dat heb ik dus nu gemerkt. Dat scholen helemaal niets doen totdat het te laat is. In zijn geval heeft de school gezegd, wil je hulp hebben? Tuurlijk gaat een kind van 15 nee zeggen. Je moet hem het hulp gewoon geven. Als dit mijn kleine was, was de directeur in een heel groot probleem nu. Serieus. Ja, we worden bedreigd. We hebben beveiliging genomen. Ik vind het terecht. Het is terecht dat je bedreigd wordt. Ik kan niet geloven. Waar zijn deze kinderen die naar de McDonald's zijn gegaan op deze jongens kosten? Wie was die dame die Mac-lippenstift heeft gekregen van deze jongen? Waar zijn al die kinderen die hem echt hebben gepest? Want iedereen weet wie ze zijn. Waar de hel is Peter R. de Vries met zijn IP-adressen op achterhalen? Waar zijn deze mensen nu ze nodig hebben? Nu komt, ja, heel Heerlen rouwt. Hey, ik zeg het je, nog meer mensen zouden rouwen als dit echt mijn kind was. Dus jullie willen nu pas iets eraan doen, terwijl jullie sinds 5 december al weten wat de hel er aan de hand is. Hey, we moeten het bij de bron pakken en dat is die kinderen die nu mee hebben gedaan met pesten van school sturen. Daar sta ik voor. Gelijk harde aanpak. Kom niet met nee, het zijn maar kinderen. Als ik 15 was, ik wist dat ik pakslag zou krijgen als ik zou pesten. Dus dat is het probleem bij zulke jongeren. Pak ze gelijk aan. Kom niet zeggen, ja, we zijn ermee bezig. We hadden een nieuwe aanpak. Er is geen nieuwe aanpak voor pesten. Er is maar één aanpak en dat is gewoon afmaken direct. Ik zeg het je, die kinderen moeten van school gestuurd worden. Iedereen moet weten wie ze zijn. We moeten nu ook hun leven eventjes op het matje roepen. Want zo blijft het maar doorgaan met het pesten. Hey, ik kan niet geloven dat mijn kinderen gepest zouden worden. Dat kan ik niet geloven en ik hoop het ook nooit. Maar dat ik tevreden zou zijn met wat de school doet. School nu loopt te doen. Terwijl als je je schoolgeld niet hebt betaald, komt er deurwaarde. En dan nu krijgen die mensen gewoon een kleine hoekje ergens in een school. Zodat kinderen kunnen gaan schrijven waarom. Waarom heb je dit gedaan? Ja, we konden je helpen. Nee, de school moest je helpen. Moest. Want je hebt betaald. Je kind moet veilig zijn op school. Ik zeg het je. Hey, stop pesten. Maar als er niet wordt gestopt en we komen erachter wie je bent, moet je direct van school. Moet je direct gewoon. Zo iedereen moet weten, net als bij diefstal in een winkel, wie jij bent. Dus waar is nu iedereen die IP-adressen kan achterhalen om te weten wie hem heeft gepest op de internet? Klaar, dat is mijn oplossing.